Schoonhoven, ook wel Zilverstad genoemd. Het is een gezellige stad aan de Lek met zo'n 13.000 inwoners. In Schoonhoven staat de Veerpoort. Deze is gebouwd in 1601 en is nog steeds onderdeel van de waterwerken van de Krimpenerwaard. Nu is dit ook opengesteld voor publiek en in gebruik als sieradengalerij van de meesters van de Zilverstad. Naast de Veerpoort bevindt zich Brasserie de Veerpoort. Dit is een trekpleister voor veel motorrijders en dagjesmensen die op het verwarmde terras heerlijk genieten van het uitzicht over de Lek. En hier in Schoonhoven bij Brasserie de Veerpoort zit regelmatig de Freakrunner. De Freakrunner, ook wel Lekdijkfotograaf genoemd, is een fotograaf die alles wat maar enigszins fotogeniek is op de foto zet. Niet alleen vanwege het uitzicht is Brasserie de Veerpoort populair, maar ook vanwege de ambachtelijke ijssoorten en de heerlijk verse friet die hier wordt geserveerd.